Ik kan iets vertellen over het werk van Julius Tisse. Dat zien jullie achter mij. Julius is een kunstenaar, geboren in 1993, woont en werkt in Arnhem. Heeft daar zijn opleiding gevolgd en heeft daar nu zijn atelier. De serie die we hier zien, het is een serie van drie foto's van zichzelf. Het zijn zelfportretten. Iedere 2 jaar maakt hij dit en ze zijn getiteld Ivory Tower 1, 2 en 3. Dit kunstwerk is belangrijk voor de kunstcollectie van de provincie Gelderland, want Julius snijdt hier een heel actueel thema aan van het transgenderschap. Hij wil met dit werk eigenlijk zijn plek als transgender in de maatschappij reclaimen en ziet in zijn dagelijks leven best veel belemmeringen en een gevecht. En ja, in deze serie laat hij zijn ontwikkeling zien. En ja, ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat hier in dit gebouw, in ons openbare gebouw ook hebben hangen. Dit kunstwerk is belangrijk voor mij omdat ik zie dat we in een maatschappij leven waarin er steeds meer ruimte is en steeds meer mensen ruimte pakken om hun individualiteit te uiten. Maar tegelijkertijd zie ik dat niet zonder slag of stoot gaat, letterlijk. Het zou mooi zijn, en ik denk dat dat ook zo is, als je dit type kunstwerken die deze vragen stellen van mag ik er zijn en mag ik er zijn wie ik ben, dat die in dit type gebouw, dit openbare gebouw hangen, voor mij is dat een indicatie dat we de goede richting nog steeds opgaan. En dat vind ik belangrijk voor Nederland, voor Gelderland en eigenlijk voor de hele westerse maatschappij waarin die ruimte er lijkt te zijn, maar mensen als Julius Tisse toch dagelijks ervaren strijd te moeten leven. En ik hoop dat we hem persoonlijk, maar in het algemeen iedereen die zich wil uiten, ruimte geven. En wij geven ruimte aan Julius.